Yo, dit is Tom van Gamersnet.nl en ik kom op de proppen met een benchmark video. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan bij Gamersnet, maar goed. Gears of War 4 komt eraan. Ik heb die game al lopen op mijn Xbox One en de Windows 10 PC die ik heb. Dus ik dacht, waarom zal ik niet gewoon eens een keer de benchmark die mogelijk is aan jullie laten zien voordat de game uitkomt, zodat je weet dat de game ook goed geoptimaliseerd is voor PC. En dat is echt een ding, want je ziet de benchmark hier nu lopen. Je ziet ook in beeld hoeveel frames per seconde ik trek. Wil je mijn specifieke specificaties weten van mijn PC? Die staan allemaal in de beschrijving en eventueel ook nog wel in andere artikelen. Maar het punt is, holy shit, deze game draait fucking vloeiend op PC. Ik heb mensen eerder gehoord over Xbox One exclusives die dan naar PC kwamen, zoals bijvoorbeeld Forza Horizon 3, dat niet helemaal perfect geoptimaliseerd is. Ik vond dat wel meevallen. Maar op dit systeem, op mijn systeem, bizar hoe goed Gears of War 4 draait op Windows 10. Echt, je ziet, die game wil niet van die 60 frames per seconde af. En dat is terwijl alles op vrij veel high staat. Een aantal dingen ultra. Ontzettend veel effecten. Ook veel physics-based effecten hier. Je ziet het door die storm en zo rollen er heel wat dingen weg. Dat is natuurlijk allemaal wat meer CPU-bound. Maar het punt is, dit draait echt fantastisch op een GTX 79 en dat is niet meer echt de nieuwste kaart, terwijl dit wel een vrij high-end game is. Nou ja, die benchmark, hij wil gewoon echt, de average framerate gaat niet van de 60 frames per seconde af. Ontzettend knap geoptimaliseerd. En je zult straks ook zien dat deze game ook echt, ja, het is niet dat je echt een paar aantal dingen op high, medium of ultra kan zetten. Het is echt enorm veel shit die je aan kan passen. Kijk, het komt hier al binnen. Ontzettend veel specifieke informatie over hoe alles loopt, hoe alles draait. Je CPU, je render en de game dan. En de GPU. En je kunt zo ontzettend veel instellen wat ik hier even laat zien. Het staat nu op recommended voor mij. Dus het is rocksteady 1080p, 60 frames per seconde. Maar de dingen die je in kan stellen, de texture settings, de visual settings. Heel veel dingen staan op high. Een aantal dingen staan zelfs op ultra. Dat had ik zo niet verwacht, maar dat draait gewoon als een tiet. Motion blur natuurlijk voor de mensen die dat in willen zetten. Of ja of nee, fijn dat je dat uit kan zetten. Want ik weet dat er heel veel PC-gamers zijn die helemaal wild worden van motion blur. Dus hey, speciaal voor jullie hier, je kunt het uitzetten. Depth of field, andere dingen like the reflections, particle spawns. Echt bizar hoe goed je dit in kan stellen en hoe goed de game ook bijhoudt wat het allemaal met je doet. Je ziet rechts onderin zie je dus hoeveel load bepaalde dingen op je GPU, je CPU en je videoram levert. En dat is sowieso wel heel handig. Het is een beetje net als met GTA 5 op PC, dat je echt heel specifiek kan zien van, oh, als ik dit omhoog zet, dan wordt dat wel zwaarder voor mijn GPU of voor mijn CPU. Maar ik kan het hebben, want puntje, 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 ik heb die en die en die. Ja, het gaat hier natuurlijk om mijn GTX 79 met 4 gig videoram. Ja, dat is natuurlijk een beetje tussen haakjes, want het is eigenlijk maar 3.12 gig available, zoals rechtsbovenin ook staat. Maar goed, bizar hoe goed deze game eigenlijk geoptimaliseerd is voor PC. In ieder geval, het lijkt zo te zijn op mijn systeem. Ik ben vooral benieuwd wat jullie eigenlijk ervaring is met Gears of War 4. Ik weet dat de game gratis komt als je nu een GTX 1070 of een 1080 koopt, dan krijg je automatisch Gears of War 4 erbij. Ik denk dat dit een hele goede game is om daar je 1070 en je 1080 mee te testen. Want hoe het hier draait op mijn 79 is echt bizar. Anyway, mocht je meer willen weten over Gears of War 4, ik ben momenteel, as we speak, bezig met de review en de videoreview. Die verschijnt aanstaande donderdag. We streamen de game ook nog een paar keer pre-release. Dus dat is, als je de game of als je deze video heel snel checkt, dan precies na het verschijnen, dan zul je zien dat ik vanavond live ben met de game op ons Twitch-kanaal. Dus je mag ons zeker volgen. En wil je meer weten over Gears of War 4, al het nieuws eromheen, de review, de videoreview, check het allemaal op gamersnet.nl en natuurlijk ons YouTube-kanaal. En mocht je deze video als leuk ervaren hebben, dan je weet het wel, op YouTube mag je dan op like drukken en abonneren voor meer van dit soort content. En ik ben heel benieuwd in de reacties. Laat even weten wat we vinden van benchmarks. Zullen we dit vaker doen? Zullen we gewoon vaker dat als wij een game van tevoren hebben, dat we dan even aan jullie laten zien van, hey jongens, hij draait zo en zo en zo op PC. Lijkt mij een hele interessante content, maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus hey, in ieder geval tot snel. Ik hoop jullie allemaal weer terug te zien straks de video review lever en de normale review, geschreven review van Gears of War 4. En dit was Tom voor gamersnet.nl. Peace out, tot snel. Like, comment en subscribe. Bij 100 likes steek ik mijn PC in de fik. Doei!